Ik zit na 40 jaar in bestuur. Dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat we eigenlijk het hele jaar nog niks gehad hebben. Bijna iedere winter is het prijzen een lier. 1 nacht 2 graden onder nul is al genoeg voor de vrijwilligers om een ijsvloertje aan te leggen. Maar het zit er dit jaar nog niet in. Je blijft maar loeren en hopen. Ik kijk iedere ochtend naar de pluim. En dan zeg ik soms, ja, nou gaat het toch nog gebeuren. En dan kijk je s'avonds weer en dan is het ook weer over. Nee, dat gebeurt niet meer. Ja, in november misschien, dit jaar, maar van dit ijsseizoen niet. Ik zeg tegen Dolf straks, we gaan hier maar een soort praatijs maken als we geen ijs hebben. Want ja, je bent er toch iedere dag wel een beetje mee bezig. Toch blijft er ook deze winter zat te doen in en rond het clubhuis aan de Veilingweg. Gisteren belde er een vrouwtje op, ze zegt, joh, ik heb 3 paar schaatsen, willen jullie ze hebben? Nou, prima. We hebben een deur, die is al denk ik 1 miljoen keer open geweest, iedereen heeft er een sleutel van, maar nou ging die van de week al slecht open. Ik zeg tegen Dolf, joh, dan moeten ze een keer naar kijken. Maar we kregen hem niet open, we hebben zelf een raam open moeten breken, Dolf door het raam, en toen aan de binnenkant open gedaan. En nu gaan we er weer een nieuw slot in doen. Geen ijs en dus ook geen inkomsten van de kaartverkoop, zo zit het niet. Er zijn een paar duizend leden en die betalen jaarlijks €5 contributie. Daarnaast krijgen 70 kinderen les op de Uithof in Den Haag. In de zomer is de betonbaan open voor skielertrainingen. Kijk, de laatste 11 stedentocht was 1997. Dat is natuurlijk al 23 jaar geleden. Maar ik ben er toch van overtuigd dat dit is deze winter geen ijs. Maar ik zeg alle tijden weer tijden, we krijgen echt wel weer ijs. Zit maar niet in de war. Nee, ik zie het niet zitten. Misschien, we krijgen denk ik met de Pasen dat de sneeuw leggen, maar geen ijs.